Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op woensdag 30 januari. Het valt reuze mee met de sneeuw die we verwachten. Vanuit het zuiden komt wel sneeuw onze kant op, maar het gaat allemaal erg langzaam en de meeste intensiteit die is er ook uit. Vanochtend hebben we wel veel sneeuw gezien in Zeeland en ook in delen van Limburg. Die sneeuw die trekt langzaam naar het noorden zoals gezegd, maar verpietert ook grotendeels. En dat betekent dus dat het in een groot deel van het land gewoon droog is, ook in het midden van het land. Daar was de verwachting dat het nu toch wel zo af en toe licht zou gaan sneeuwen. Nou, vanavond kan er nog wel lichte sneeuw vallen, met name in het midden en noorden van het land. En ook vannacht is dat nog mogelijk, want boven België en het zuiden van Duitsland zien we nog wel wat sneeuw die met de zuidelijke stroming richting het noorden gevoerd kan worden. Maar al met al, zeker in het westen, valt het dus tegen met de sneeuw. Er is wel veel bewolking aanwezig en de temperatuur die ligt zo rond het vriespunt. In het zuidwesten, daar is de temperatuur eerst nog een 2 tot 3 graden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten en westen. En zoals gezegd, we denken dus wel dat er vanavond en vannacht nog wat sneeuw kan vallen bij temperaturen rond het vriespunt. En dat betekent dan ook dat er best nog wel hier en daar een sneeuwdekje gaat ontstaan van zo'n 1 tot 3 centimeter. Morgen, dan trekt de laatste neerslag het land uit. Die trekt naar het noordoosten weg. En dan wordt het vanuit het zuidwesten droog. En dan klaart het ook op. Smiddag zijn er flinke zonnige perioden. En het wordt dan 1 tot 4 graden bij een matige wind uit het zuiden of oosten. De wind die speelt daar een beetje tussenin. Ja, en dan gaan we het gewoon opnieuw proberen. Want donderdagavond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. En in de nacht van donderdag op vrijdag komt er een nieuwe storing. En die brengt dan ook weer enige tijd sneeuw. Dat moet dan in de nacht gaan gebeuren. En later in de nacht zou die neerslag over kunnen gaan in een natte sneeuw of misschien wel ijzel. Vrijdagochtend moeten we dan ook wel rekening houden met flink wat gladheid. Overdag breekt de zon door, er kan nog een enkele winterse bui vallen. En s'middags wordt het zo'n 4 graden. In het weekend blijft het ook nog steeds licht wisselvallig weer, met vooral op zaterdag ook nog een aantal winterse buien. Temperaturen blijven overdag tussen de 2 en de 5 graden en in de nachten vriest het licht en dat betekent ook dat in de nacht en ochtend er nog steeds kans is op gladheid. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne woensdag.